Staatsoliemaatschappij heeft vandaag productiedelingscontracten afgesloten voor 2 offshore blokken. Voor blok 59 is een overeenkomst getekend met een consortium bestaande uit de oliemaatschappijen ExxonMobil, Hess Corporation en Statoil. Namens Staatsolie ondertekende Managing Director Rudolf Elias beide contracten. Voor het consortium tekenden Erik Oswald van ExxonMobil, Timothy Chisholm van Hess en Martin Smit van Statoil. Met Statoil is ook een contract getekend voor blok 60. De overeenkomst voor dit blok is ook namens Statoil door Smit getekend. De overeenkomsten zijn het resultaat van Staatsolie's Open Door Policy Offshore Suriname, die liep van 15 september 2015 tot en met 7 september 2016. Gedurende deze periode konden internationale oliebedrijven een bod doen op open offshore blokken. Op basis van de vastgestelde criteria zijn de blokken 59 en 60 toegewezen aan respectievelijk het consortium en Statoil. De onderhandelingen met partijen zijn medio oktober 2016 gestart en gelden voor 30 jaar. De contractduur is opgedeeld in een exploratie-, ontwikkelings- en productieperiode. Het contract biedt Staatsolie de mogelijkheid om tot maximaal 10% te participeren in de ontwikkelings- en productiefase. Blok 59 is ongeveer 11.500 vierkante kilometer groot en ligt ongeveer 400 kilometer uit de kust in waterdieptes van meer dan 1900 meter. Blok 60 met een oppervlak van 6.200 vierkante kilometer ligt ongeveer 250 kilometer uit de kust in waterdieptes van 800 tot 1900 meter.